Een Q7 3 liter TDI met bijna 7 ton op de teller. Ja, misschien is dat wel de hoogste kilometerstand van Nederland voor zo'n auto. Oh ja, en Leen is opgegeven door zijn dealer, dus die hebben er in elk geval vertrouwen in. Nou, deze Audi is voorzien van een 3 liter TDI. Ik meen PUG motor met roetfilter. Kan zijn dat ik ernaast zit, maar in ieder geval genoeg pk's en koppels aan boord om deze auto meer dan met het verkeer mee te laten komen. Ze zijn zelfs best wel vlot, vind ik. We gaan straks ook even kijken of dat hier ook nog in zit. Tijdens het rijden klinkt de motor in ieder geval mooi en rustig. Met stationair lopen vond ik hem wel erg lawaaierig. En vervolgens zit er ook behoorlijk wat trilling in de auto. Ja, bijna 7 ton, dan zal er hier of daar wel een motorsteuntje versleten zijn. En krijg je dus soms ook veel meer trillingen in de auto. Naar eigen zeggen heeft alleen veel aanhangers en zware karren getrokken tot gewichten waar die kleine vrachtwagen overschrijden. Voor een automatische versnellingsbak is dat een behoorlijke slijtageslag. Deze schakelt heel aardig, alleen als hij van zijn 3 naar zijn 4 gaat, dan is hij toch een tijdje aan het zoeken. Dan klimt de toerenteller in plaats van dat hij daalt. En om vervolgens ineens weer te dalen en dan staat hij daadwerkelijk in zijn 4e versnelling. Dat is gewoon slijtage aan de bak, dit is jammer. De olie die we hier zien, die is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van een lekkage van de vacuümpomp die achter op de cilinderkop zit. In tegenstelling tot een benzinemotor levert een dieselmotor zelf geen vacuüm. Hij zuigt minder sterk lucht aan in zijn inlaatspruitstuk. En dat komt doordat een benzinemotor een klep heeft waarmee je gas geeft. En bij een dieselmotor geef je gas door meer brandstof in te spuiten. Dat is in een notendop. Nou, die pomp die zit op de motor gemonteerd en daar ergens komt de olie vandaan. Dat loopt vervolgens door de zwaartekracht helemaal naar beneden. En komt uiteindelijk hier tussenuit. Goede kans als je die pomp wil repareren dat je ook van de lekkage hier af bent. Omdat deze auto stationair nogal rammelde, een beetje resoneert zelfs in de auto. Maar die oorzaak heb ik gevonden. Die katalysator is ooit vervangen. Er zit daar een beugel, die je vanaf hier kan zien, die geen beugel meer is. Daar zit geen steun aan vast. En die beugel die ligt tegen een waterpijp, een metalen buis zeg maar, die langs het blok oploopt. En die ligt hier gewoon tegenaan te schurken zeg maar, als die motor loopt. Hij heeft ook echt gewoon een stukje uit die buis weggesleten. Ja. Ik kan zo wel eens even opzoeken of dat, wat daartussen hoort. Maar ik denk dat die fijne Audi dealer toch wat vergeten is. Nou ja. Kan de beste overkomen. Ik maak ook wel eens een fout, dus ja. Nou, je op een Q7 met bijna 7 ton. Je verheugde je nogal op deze auto, hè, volgens mij. Ja, zeker. Ik was heel benieuwd wat dat zou worden met deze kilometerstand. En zo'n soort auto, hier nog niet eerder voorgekomen. Nee, ik heb ze ook nog niet gezien. Maar vertel eens. Wat, Nou ja, er valt wel een en ander te vertellen. Maar om te beginnen, een fijn rijdende, goed onderhouden auto met een paar kleine en één wat groter. Nog niet eens een defect, maar aankomend defect. Okay. 2 kleine olielekkages, maar dat stelt niet zoveel voor. Ooit bij vervanging van de katalysator is men een steuntje vergeten terug te monteren en daardoor rammelt de uitlaat heel iets. Ja. Een paar versleten stabilisatorrubbers aan de achterkant, die hoor je klapperen op een klinkerweggetje. Ja. Het grootste defect eigenlijk, of defect, aankomend defect, is na de start hoor je een seconde of 2, 3 een hele nare rammel uit de motor. En dat zijn de distributiekettingspanners. Die houden als de motor stilstaat hun spanning niet goed vast. En die klapperen heel even na de start. Ja. Dat is op den duur wel echt een probleem. Maar bij 691.000 kilometer vind ik het echt respect gewoon. Petje af. Leen, eigenlijk het grootste probleem bij de keuring dat was de kettingspanners. Als je auto echt oud wil worden en nog meer kilometers, dan moet je daar op termijn wat aan gaan doen. Ben je dat van plan? En dat hangt een beetje van het besluit dus wat mijn garage. Die jongens hebben ervoor gezorgd bij Van Udenhout dat die auto de 700.000 heeft gehaald. Succesvol, zonder kosten of zonder kosten, maar relatief weinig kosten. Alleen door onderhoud en het alertheid van de garage. Ja. Dus hun mogen ook beslissen of dat ze dat gaan vervangen. En ik heb er eigenlijk weinig zeggenschap in. Dan moeten hun beslissen en mij het advies ingeven van joh, zolang als het zo goed blijft gaan. En als het echt nood aan de man komt, dan zullen ze mij wel waarschuwen. Dat doen ze altijd. En dan zullen ze het wel vervangen of we gaan ruilen. Ja, precies. Jij vaart echt blind op je garage, hè? Ja, 100%. Ja. Maar ik mag nog zoeken naar een oliepeil. Dus ik had nog geen lamp vervangen. Dus dat gaat helemaal niet lukken, denk ik. Nee. En je rijdt 100.000 kilometer per jaar, hè? Als je nou over 3 jaar op 1 miljoen staat, mag ik dan nog een keer uitnodigen? Kom je dan nog een keer langs? Ja hoor. Ja? Voor een diner ben ik altijd nog. Nou, dan zien we elkaar over 1 jaar of 3. Goed, deal.